verkeerde kant op. Kom maar, zet je. Verkeerde kant op. Kom maar, zet je. Voor de kleinere gieren, maar met een pincetvormig snaveltje kunnen ze tussen ribben en gewrichten waar grotere gieren niet bij kunnen. En zo zorgen ze eigenlijk voor dat alle laatste restjes van zijn kadaver worden opgegeten. En dat is een hele belangrijke taak, want doordat die gieren allemaal met hun eigen taak bij zijn kadaver ervoor zorgen dat het wordt opgeruimd, heb je dus niet de kans dat er iets gaan gerotten, is van die oliepalmnoten afschillen. Die pit die valt vervolgens op de grond en die wordt weer gegeten door de kokopo. En zo hebben die twee soorten eigenlijk juist baat bij de ontbossing. Want heel veel diersoorten die gaan juist een aantal achteruit doordat de regenwouden worden gekapt. Maar onder andere de palmgier die heeft daar baat bij. Want waar die regenwouden worden gekapt, daar worden oliepalmplantages aangeplant. Want wij mensen... Dus daar moet voor gezorgd worden helaas. En dat zorgt voor de kap van de nodige regenwouden. Maar dit is dus de palmgier, onze Sibaya. Een volwassen vrouwtje. En jonge palmgieren die zijn nog helemaal bruin van kleur. En naarmate ze ouder worden krijgen ze dat mooie zwart-witte verenkleed wat Sibaya nou laat zien. En die washuid rond de ogen, die kan ook fel rood kleuren. En dat is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid caroteen die vogel binnenkrijgt. Dat zit onder andere in de oliepalmnoten. Maar ook door de gemoedstoestand van een vogel. Ja, ze is al onderweg deze kant, dames en heren. Kijk daar staan. Boven jullie. Flink op de wind aan het spelen is, even lekker genieten. Hij komt heel mooi.